Duurzaam werken en leven kent vele facetten. Eén daarvan is chemievrij werken. Bij chemievrij werken denken we al snel aan werken zonder het gebruik van pesticiden. Daarbij kun je denken aan het beheer van bijvoorbeeld grasvelden, zodat die niet vol met onkruid komen te staan, of verschillende grasziekten ontwikkelen. Maar wat zijn de grootste uitdagingen als het gaat om een 100% chemievrije werkwijze? Behalen bedrijven nog steeds dezelfde resultaten als voorheen? Wie ons daar meer over kan vertellen is Piet Oosthoek van Oosthoek Groep BV uit Midden-Delfland. Nou, ik vind dat als we het in de voedingsindustrie voor ziekten en plagen minimaal gebruiken om daar een gezonder eetproduct voor te krijgen, dan kan je dat doen. In de groene sector is het helemaal niet nodig. Er zijn voor insecten natuurlijke vijanden, die moeten we de gang laten gaan. Dat moeten we ook stimuleren. We moeten zorgen dat de natuur zijn gang kan gaan. En moeder natuur grijpt altijd in. En misschien is het een rare opmerking nu met de corona, maar misschien zijn er wel te veel mensen en de natuur grijpt in. En dat zal altijd zo gebeuren. En daar moeten wij niet op willen sturen. Dus chemie is goed als het een hele goede functie heeft, maar eigenlijk heeft het in het groen helemaal geen functie. We moeten zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en misschien achterkleinkinderen allemaal gezond kunnen opgroeien op deze aardbodem. En die moeten we niet verzieken met onnodig spul. Ik heb daar vroeger met spruitkool een ervaring mee gehad. En toen wisten we nog lang niet hoeveel middelen we gebruikten en wat de effecten van die middelen waren. Daar werd tegen van alles gespoten. Ik was in het voorjaar altijd een week of drie een beetje beroerd van dat gebruik van die middelen. En in het najaar, als ik stopte, dan was ik weer drie weken een beetje beroerd. Had ik een soort afkikverschijnselen. Dat was niet goed. Dus dat bewijst dat het minimaal, uiterst noodzakelijk in de voedingsindustrie, maar absoluut niet in het groen. Daar ben ik van overtuigd. Als je chemievrij wil werken, dan moet je eerst goed weten wat de oorzaken zijn waarom een plant ziek wordt. Als je dat weet, dan kan je daarop anticiperen. We anticiperen door middel van sporenelementen en dergelijke, want we zijn erachter gekomen dat dat heel belangrijk is, met name in gras. Dat is altijd onderkend. En nu hebben we dat plantje zo sterk en die huid is zo sterk dat er eigenlijk schimmelziekte, dat is niet meer van deze tijd dat die ziek worden. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. En als je symptoombestrijding doet, dan blijf je maar weer spuiten en het lost nooit iets op. En dat is het verhaal. Daar gaat het om. Ja, we kiezen voor een langdurige relatie omdat aan de ene kant de golfbaan heeft een spelelement. En aan de andere kant heeft het de natuur eromheen. En daar probeer je een goede balans in te vinden. Nou, chemievrij beheer is vooral een leerproces. Dat kost enige tijd. Je moet kunnen voorsorteren op bepaalde processen. Uiteindelijk willen we voor de mensen die na ons komen ook een mooie ongerepte natuur achterlaten. Duurzame machines zoals een elektrische greenmaaier, die vormen een mooi geheel voor het beheer van een golfbaan. Het golfbaanbeheer ligt vaak onder een loep. Golfbanen willen het mooie voorbeeld zijn van dat chemievrij beheer en duurzaam beheer van de mooie groene ruimtes die we in Nederland hebben op een goede manier onderhouden kunnen worden. Een elektrische machine kan daar een mooie toevoeging in zijn. Deze kunnen tot 1,3 hectare greens op een dag maaien, op een acculading. En dit geeft een mooi duurzaam geheel zonder fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot.